wat in de media gebracht wordt, is een eenzijdig verhaal. Dat vind ik zo fascinerend aan geschiedenis. Dat je op een gegeven moment ziet, hé, hier is een lijn en daar is een lijn. Met welk doel is dit nu gaande dan? Dat we echt een ideale mens krijgen, die waaraan gesleuteld kan worden en dan kan de rest kan gewoon verdwijnen. Die top die daar zit, die is dus nu bezig om hun utopie uit te rollen over de wereld. Je kunt je veel beter wapenen, je kunt veel beter dingen doorzien als je het wel tot je neemt, maar het schudt je wel door elkaar. Wat voorheen normaal was, wordt nu als drama gezien. Maar ik blijf zeggen, liefdevol. Gewoon dat je niet jezelf gaat afwijzen of niet denkt van, shit, heb ik het nou nog niet? Nee, blijf ermee bezig. Als ik zie hoe die wereld er nu voor staat, dan kan dit niet anders dan het begin van de laatste kramp zijn. Het nieuwe is al geboren, maar het oude maakt een beetje veel lawaai bij het doodgaan. Hey, kan je, zoals je misschien al begrepen had, komen wij dus met Univite met onze eigen community, met onze eigen community app, waar jij dus kan gaan verbinden met gelijkgestemden. Dit vinden wij ontzettend belangrijk in deze tijd. Wil je op de hoogte blijven? Wil je vast gaan inschrijven ook voor de memberships? Ga dan nu heel snel naar www.univibes.nl/community en krijg de eerste maand gratis als jij je nu inschrijft. Let's go, want alleen samen kunnen we blijven bestaan. And together we create. www.univibes.nl/community. Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk seizoen 2. Yes, we zijn helemaal terug, dankzij jouw steun. Maar blijf ons steunen, want zonder jouw hulp kunnen wij gewoon niet blijven bestaan. En een hele belangrijke mededeling, dames en heren. Want misschien heb je er iets van meegekregen. Er is een nieuwe wet ingetreden en het gaat over censuur. En wij willen heel graag met jou blijven communiceren. Maar het kan ineens zomaar zijn, dames en heren, dat we er niet meer zijn. Dat je ons niet meer kunt vinden op bijvoorbeeld dit kanaal. Dus alsjeblieft schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Want dan kunnen we jou altijd bereiken. Dus, en dat kan ook via onze website www.univibes.nl. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, laat je e-mailadres achter en dan kunnen we elkaar altijd vinden. Alright, dan gaan we naar onze allereerste aflevering van seizoen 2. En wat ben ik ongelooflijk dankbaar en trots dat ze ja zei toen ik haar vroeg. Ik zei, Karin, ik zou het geweldig vinden om jou te mogen interviewen. Ze zei, kom langs en we zijn dat gaan doen met ons team. Daar naartoe gereden en we hebben dit fantastische interview met haar opgenomen. Ga lekker zitten, pak nog een kop thee en ga genieten van het geweldig interview met Karin Hamaker zondag. Vibestalk seizoen 2. We zijn begonnen. En ik hoop dat jij dus ook member wordt. En nog even je gaat abonneren op ons kanaal. En laat even weten in de comments wat je van deze uitzending vindt. En delen, delen, delen. Heel veel plezier. Oké, daar zitten we dan. Karin Hamaker zondag. Eindelijk. Eindelijk, ja. Het is gelukt. Yes. Ik ben je ontzettend dankbaar dat wij hier mogen zitten op deze hele mooie, bijzondere locatie. Het is echt waanzinnig. We kregen ook heel veel vragen van kijkers, van luisteraars. Wanneer komt ze in de show? En hier ben je. De opening van seizoen 2. Ontzettend dankbaar. Dank je wel dat je hier Welkom. Bent. Welkom. Dank je wel. Karin, je bent astroloog. Je hebt echt een ontzettend grote lijst. Ik heb hem wat ingekort, hoor, moet ik zeggen. Ja. Want anders hadden we hier nu al 2 uur gezeten. Maar je hebt al zoveel gedaan. Astrologen, geeft les onder andere in Jungiaanse psychologie. Schrijft ze van vele boeken, 36 als ik het goed heb begrepen. Ja. Je onderzoek naar machtsstructuren van de hele wereld. Ook van de financiële wereld. Nou, daar gaan we het zeker ook over hebben. Er is natuurlijk ontzettend veel gaande. Lezingen gegeven over de hele wereld. We kunnen echt alle kanten op vandaag, hè? Het is echt ongelooflijk. Gaan het proberen. Jeetje, Mina. Het is echt bijzonder. Je wil alles onderzoeken. Is dat iets wat je altijd al in je hebt gehad? Ja. Ook als kind zijnde? Ja. Hoe kan dat? Ik weet het niet. Ik vertel het vaker, dat verhaal. Maar mijn vader die vertelde op een gegeven moment dat ik als 4-jarige... Ik kreeg van mijn oma poppen en ik had dus een aantal poppen, maar die kleedde ik niet aan of uit. Nee. Die had ik op een kist gezet en dan had ik een potloodje en een papiertje in hun hand gegeven, of in die poppendingetjes gefrommeld en die stond ik les te geven. Oh, echt waar? Ja, serieus. En wat voor les gaf Weet je toen Weet ik veel, nee. Ik stond ze van alles te vertellen en ik ben altijd heel leergierig geweest. Altijd heel nieuwsgierig, zo van ja, maar hoe dan? Mm-hmm. En hoe zit dat dan? En
Ja, ik heb altijd de wereld fascinerend gevonden. Dat is eigenlijk van jongs af aan. En hoe zie je dat? Ik herken dat wel een klein beetje, niet zo misschien zozeer als jou. Maar ik was ook altijd al op school bezig met, ja, maar waarom is dat dan zo? En ja, hoe zit dat dan? En dat zie je bij heel veel mensen in deze tijd, die dat dus ook hebben en hadden vroeger. Zie je er ook een parallel in of zo? Nee, ik denk dat de ene mens is veel praktischer aangelegd. Mm-hmm. Die zie je heel jong al met de handen van allerlei dingen doen. Anderen die zijn meer een nieuwsgierigheid naar het verbanden willen zien. Ja. Dat verschilt per type mens. En je kunt het natuurlijk astrologisch heel mooi zien in een horoscoop. Daar kun je ook zien of mensen gewoon heel erg behoefte aan informatie en uitwisseling. Of anderen gewoon veel meer oog hebben voor de stofkant van het leven en de creatieve kant. Dat zijn verschillen die er zijn. Maar ja, goed, ik heb allemaal super nieuwsgierige dingen in mijn horoscoop. Ja, maar net zeggen, dat staat dus ook heel erg in jouw in je horoscoop. Dat je hier ook dus altijd al mee bezig bent. Dat zit gewoon dus nou, in jou. Nou, algemene vraag willen weten. Ik kan het niet hebben als ik het niet begrijp. Nee, en als je het niet begrijpt, wat gebeurt er dan? Oh, dan ga ik door. Ja, hè? Ja. Ga je spitten zolang je het wel in de gaten hebt. Ja. En hoe was dan die periode voor jou op school? En ook later heb je natuurlijk opleidingen gedaan en... Was je toen ook altijd al toch verder aan het onderzoeken? En zei dan leraar tegen je van... Nou, vragen stellen? Ik heb in eerste plaats op de lagere school... vond ik het ontzettend leuk om allerlei dingen alvast vooruit te doen. Het gevolg was dat ik de derde klas heb overgeslagen. Dus meteen van de tweede naar de vierde gegaan. En waar ik heel veel aan heb gehad... want ik kon daardoor gewoon weer op mijn niveau mee. Mijn intellect werd bevredigd. Mm-hmm. Sociaal zou ik het niemand aanraden. Want dan ben je de stuut of hoe je het... De nerd of wat dan ook, zoals ze het tegenwoordig noemen. En het heeft dus wel sociale implicaties gehad. Ik heb altijd heel veel gelezen, dus ik heb daar wat minder hinder van gehad. Dus ik trok me terug en ik las en ik las en ik las. Dus je had minder sociaal contacten met vriendinnetjes? Het was er wel. Maar je merkte wel dat je werd toch op een andere manier bekeken. Mm-hmm. En toen ging ik naar de middelbare school, natuurlijk ook heel jong. En daar waren gewoon leraren die het stimuleerden. Ik weet nog een biologieleraar, Kwinkelenberg, ik weet nog zijn naam. En dan was ik met iets bezig. En dan zei hij van, maar dit is ook nog een leuk boek. Of dat is ook nog een leuk boek, weet je. Dus dat, die zag het ook wel echt in jou. Ja, die stimuleerde dat. Dus daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. Maar voor mezelf ook. Ik weet nog, voor Nederlands moesten we op een gegeven moment 17e eeuwse literatuur lezen. Dat hadden we nog in die tijd. Tegenwoordig is dat niet meer zo. En dan zat ik echt helemaal... Ik trok me terug op zolder, ik had mijn kamer op zolder thuis. En dan had ik van die oude boeken en dan zat ik in te lezen. Ik zat in een andere wereld. Ja, en dat onderdompelen in een andere wereld en in geschiedenis. Ik vond het gewoon heerlijk. Dus ik heb gewoon altijd heel graag geleerd. Ja, en is niet opgehouden. En toen ben je gaan studeren. Ja. Was je toen ook altijd al vragen aan het stellen over bepaalde studies? Zoals in dat je misschien ook... Kreeg je ook moeite met scholen, dat soort dingen? Dat je me een bepaald ietsje leerde, wat je mocht leren? Of was het in die tijd misschien nog wel anders? Ik ben heel blij dat ik nog in de oude tijd heb gezeten, zoals het dan heet. Ja. De studie was 7 jaar, de universitaire studie, dus niet kort. Je kreeg een heel breed pakket aan... Ik heb geografie gestudeerd. Mm-hmm. Op een gegeven moment waren we met een... Dat was in 1972 kwam het rapport van de Club van Rome uit. Ja. En als je geografie studeert... Nou, wij kregen zowel sociale geografie, sociologie, culturele antropologie... maar ook geologie, ook klimatologie, ook meteorologie. Ja, dus ik kan de klimaatmodellen waar ze nu mijn schermen lezen... en kan dus zeggen dat het is. Dus dat, ja, dat is serieus. Meteen dat jij kan zien, omdat je dat toen geleerd hebt. Ja, precies. Dat je kan en ik zien. Ben het bij blijven houden. Want het is niet iets wat dan is van, dat heb ik toen geleerd. Nee. Ik blijf daar toch gewoon over lezen, blijf me informeren, want ik wil weten hoe het zit. En dan zie je bijvoorbeeld van die klimaatmodellen, toen ze daarmee begonnen. En toen waren het een paar variabelen, zo'n paar dingetjes die erin stopten. En toen waren het meer dingen en nog meer dingen. Maar er zit ook een hoop dingen niet in die ze nog steeds niet snappen. Mm-hmm. Maar die natuurlijk wel van invloed zijn op hoe weer zich ontwikkelt en hoe klimaat zich ontwikkelt. Dus die modellen zijn onvolledig. En je kunt dus ook niet de modellen van nu vergelijken met die van 10 jaar geleden. Dat zijn totaal andere modellen. Mm-hmm. Maar het wordt alsmaar gedaan alsof dat allemaal in één lijn doorgaat. En dat is het dus niet. Nee.
Maar zeg je dus ook dat jij in die tijd hele andere stof hebt geleerd, ja, dan wat ze nu te leren hebben? Nou, ik zou je zeggen dat toen ik geografie leerde, toen waren de klimaatwetenschappers, om het nu zo te noemen, die schreeuwden moord en brand, want de aarde zou gaan afkoelen. We moesten alles doen. Global cooling. Ja, precies. Ja, ik bedoel, ik weet ik nog heel goed van, er komt een ijstijd aan en dat werd ook allemaal helemaal wetenschappelijk bewezen. En er is ook historisch onderzoek. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een zonnevlekkencyclus, dat nemen ze dus niet mee in de klimaatmodellen. Maar er is een zonnevlekkencyclus die honderden jaren duurt. Dus je hebt een 11-jarige cyclus, en dat is de gewone cyclus. Maar je hebt ook grotere cycli. Professor De Jager vertelt daar veel over. En een van die cycli, en dat is een cyclus waar we nu weer in een dal aan het komen zijn. En het vorige dal, en dat was het Maunder Minimum. En als je bijvoorbeeld kijkt naar schilderingen van eind 17e eeuw, dan zie je gewoon, je ziet schilderijen dat alles is bevroren, mensen schaatsen op rivieren. Dat was echt een dip in de kou. En in 1706 of 1709, een van die twee jaren, was het zelfs zo koud in Europa dat het water in Venetië was bevroren. Wow. Dat ze 3 maanden lang Parijs niet uit konden. Dat de kerkklokken barsten van de kou. Dat de wijn in de flessen gewoon tot vlokken werd en de flessen knapten. Zo erg koud is het geweest. Nou, en de zonnevlekkencyclus die er toen was, daar beginnen we nu naartoe te gaan. Wow. En dus dat wisten we in de jaren 70. Dus er werd dus gezegd van we gaan naar een koude ijstijd. Opeens wordt de zonnevlekkencyclus niet meer meegenomen. Dat wordt als onzin afgedaan. Ja. En nu gaan we opeens de warmte in. Maar er zijn verschillende hoogleraren van het Massachusetts Institute of Technology, professor Happer bijvoorbeeld, die laat zien van, maar als je hier begint met meten, dan zie je alleen maar een opgaande lijn. Maar als je een stuk verder terug gaat meten, dan zie je dat het helemaal niet zo is. Dat we gewoon in een golfbeweging zitten. En zo zijn er tal van dingen. Dus ik ben zo blij dat ik die klimatologie heb gehad. Snap ik heel goed. Ja. Maar hoe kijk jij dan nu naar de wereld van nu en de angst die er natuurlijk ook over ons heen wordt gestort en de weersberichten die je ziet. En ik zag laatst in Duitsland met rode, ja, met vlammen. Ja, maar dat is wat voorheen normaal was, wordt nu als drama gezien. En we hebben nu allemaal noodwaarschuwingen, et cetera. We hebben gewoon ook hele grote warmtepieken in het verleden gehad. Maar die zijn allemaal een beetje weggecensureerd. Mm-hmm. En als ik gewoon nu kijk, dan zie ik eigenlijk, en dat is best wel heftig, dat toen het rapport van de Club van Rome uitkwam, toen was ik nog een goedgelovige student die meteen met alle andere studenten, zeg maar, min of meer op de barricade ging en op de universiteit zijn gaan vragen van, wij willen ook een bijvak milieukunde hebben. Is er ook gekomen. En daar ben ik ook heel blij mee, want daardoor heb ik gewoon ook een bredere kijk op die dingen gekregen. Maar wat nu blijkt, als je gewoon heel diepte onderzoek doet naar hoe die machtsstructuren zitten, blijkt dus dat toen eigenlijk het begin was om mensen bang te gaan maken voor klimaat als middel om de bevolking onder controle te krijgen. Dus het steeds meer wegnemen van rechten, dat ging eigenlijk via klimaat. Er moest een klimaatangst komen. Ik heb ook zelfs literatuur erover. Ik heb het als een andere podcast ook genoemd, waar gewoon letterlijk staat van, ook al is het niet waar, we kunnen het handig gebruiken. Dit zijn nu mijn woorden, maar het is wat wetenschappelijker gezegd staat dat daar. En wat je dus ziet is dat eigenlijk geleidelijk aan we steeds banger worden gemaakt voor het klimaat. Mensen krijgen zelfs klimaatdepressies. Er wordt een enorme CO2-hype wordt er opgehangen. Ja, je ziet mensen die geen kinderen willen nemen, zie je groot in de krant geschreven worden. Ja. Omdat ze bang zijn voor de toekomst van hun kinderen. Ik zie het ook mensen om me heen. Ja, ik weet het. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, weet je, ik kan het begrijpen omdat je zo verschrikkelijk eenzijdig gebombardeerd wordt met de klimaathype. En ik zal waarschijnlijk nu na deze podcast, ik weet niet hoeveel over me heen krijgen. Nou, zwak. Ik kan alleen maar vertellen waar ik achter sta. Mm-hmm. Maar als ik gewoon kijk naar wat ik geleerd heb en hoe ik dat gewoon kan doorzetten, plus het hele machtsstructuur-idee, dan zie je dat er heel erg toegewerkt is naar een vorm om mensen bang te maken. En CO2 heeft daarmee te maken. Als ik weer kijk naar, er zijn echt zoveel hoogleraren, wetenschappers, die gewoon absoluut aan goed onderzoek kunnen laten zien dat die CO2 niet de boosdoener is. Maar die krijgen geen subsidie, die mogen niet gehoord worden, die worden gecensureerd, noem maar op. Er is een hele klimaatindustrie ontstaan.
Waar de klimaatalarmisten ook lekker aan verdienen. Er is een hele klimaatindustrie ontstaan. Dit mag dus niet gehoord worden, dit geluid. En als je dat bij elkaar optelt, dan zie je dus dat we bang worden gemaakt voor iets dat wetenschappelijk helemaal niet unaniem dat ze het helemaal niet unaniem over eens zijn. En er wordt gezegd, ja, maar 97% van de wetenschappers zijn het erover eens. Nee, het is maar een heel klein percentage. Maar die hoor je? Die hoor je. Die krijgen subsidie. Die kunnen herhaalonderzoek blijven doen. Zoals professor Berkhout, die zegt ook van, als ik subsidie aanvraag om kritisch te kijken naar de rol van CO2, krijg ik het niet. Maar als ik subsidie aanvraag om te kijken van waar CO2 nog meer een drama voor is, krijg ik meteen subsidie. Heb je gehoord van het onderzoek naar boorkernen? Nee. IJsboorkernen? Nee. Dat is heel fascinerend. Je kunt in gletsjers kun je naar beneden gaan. Dus boorkernen van ijs maken. En ijs bevat alle atmosferische omstandigheden van de tijd. Informatie dus. Ja. Dus hoe dieper je komt, hoe verder terug in de tijd. En zo zijn ze teruggegaan tot 800.000 jaar. En ze konden dus kijken hoeveel pollen zitten erin. Hoe is het met de CO2? Hoe zit het met andere atmosferische omstandigheden? En wat blijkt nou consequent? Dat eerst was er temperatuurverhoging. En daarna nam de CO2 toe. En wat zien we nu? Nu hebben ze het omgedraaid. Ze zeggen er is een correlatie tussen temperatuur en CO2. En CO2 kon de boosdoener worden. Maar wat ik dus heel griezelig vind is dat we hebben CO2 nodig om überhaupt plantengroei te hebben. Precies. Dat is gewoon nodig. En hoe minder CO2, hoe slechter de oogsten zullen zijn. Ja. Dat is het probleem. En hoe zie je dan, met welk doel is dit nu gaande dan? Er moet een schuldige gevonden worden. En hoe vind je een schuldige waar mensen in geloven? Wat doet CO2? We stoten natuurlijk ook met onze autootjes en fabrieken CO2 uit. En als ik alles reconstrueer wat ik heb gelezen en bekeken hierover, dan is dat een ideale boosdoener. En je kunt de mens de schuld geven. Mm-hmm. Dus moet de mens in zijn handelingen ingeperkt worden. Ja. Dus kun je meer macht over die mensen hebben. Het klinkt als complotdenken, maar ja, maar je ziet dus al hele langere tijd vanuit de Club uit Rome. Hè, zie jij dus dit al heel lang? Nou, ik ben heel lang met het verhaal meegegaan, omdat ik ben heel betrokken op milieu. Natuurlijk, we willen allemaal een mooie natuur en et cetera. Precies, ja. En ik ben ook heel erg betrokken op een veel betere landbouw en een veel beter natuurbeheer. Ja. Wanneer je er gewoon zo diep induikt, dan zie je dat er een heleboel valse narratieven zijn. Mm-hmm. Maar met name dat waardoor jouw vrijheden worden ingeperkt. En dat vind ik dus gewoon echt heel kritisch. En dat zijn dingen die zie je vanuit het World Economic Forum zie je dat komen. Je ziet het vanuit de Trilaterale Commissie komen. En er blijkt dus ook dat de Club van Rome in die hele grote groep zit van, laat ik maar noemen voor het gemak, de elite, de machtigen. En die ook meegegaan zijn in het verhaal van Paul Ehrlich. En dat is een onderzoeker die een boek heeft geschreven over, laat ik maar zeggen, de tikkende tijdbom van de overbevolking. Ja. En wat je ziet, en dat was weer koren op de molen van die groeperingen die achter de eugenetica stonden en die het liefste wilden dat de bevolking gewoon de arme bevolking dat die gewoon zo min mogelijk zich vermenigvuldigde en dat de wereld eigenlijk geregeerd zou worden door de mensen met intellect en noem maar op. Doodeng. Dat is doodeng, maar ik bedoel, dat is wel die hele beweging, die is er al heel lang, die is er al eeuwen. En die is zich gaan ontwikkelen. Begin vorige eeuw heeft hij zich enorm ontwikkeld. En dan zie je bijvoorbeeld dat de vader van Bill Gates was daar heel actief in. En Bill Gates staat dus ook heel erg achter het idee van terugbrengen van de bevolking. En zo zie je eigenlijk, de World Economic Forum staat erachter. En toen, dus het is een soort spinnenweb van het, allerlei. Weet je, wat je ziet, dat is dat er eigenlijk het volgende gebeurt. Je ziet dat
Al heel lang geleden komen er een paar mensen met een aantal ideeën. Dat wordt opgepakt. Dan zie je dat anderen die ideeën gaan uitwerken. Je ziet, dan ontstaat hier nog een idee. Er staat nog een idee. En op een gegeven moment zie je het allemaal bij elkaar komen. Je ziet dus die mensen die voor een idee van raszuiverheid wilden gaan. Die hele eugenetica-beweging. En wat we nu zien met transhumanisme, dat we allemaal implanten moeten hebben, komt ook daaruit voort. Want we moeten de mensheid verbeteren. Dat we echt een ideale mens krijgen. Die waaraan gesleuteld kan worden. En dan kan de rest kan gewoon verdwijnen. Ik zeg het heel zwart-wit. Maar dit is wel waar het op neerkomt. Dus die richting zag je. Dan zie je dat er een richting komt die eigenlijk totale controle wil. En dat heeft onder andere te maken met, daar is de trilaterale commissie uit voortgekomen. Maar dat zien we al, de Fabian Society 1884 dacht ik dat rond die tijd. Je ziet het World Economic Forum. Dan komt daar ene Harari bij als meester influisteraar van hoe die echt teksten zegt waar je gewoon van achterover valt. Maar het is wel de politiek. Nou, dan krijg je dat er een stroming komt die zegt van wij willen de financiën beheersen. En dan krijg je dus dat de Better Than Cash beweging wordt opgericht om cash de wereld uit te krijgen. Via cash de wereld kun je domineren. Mensen bang maken kun je domineren. Maar het lijkt dus bijna zo, Karin. Het komt allemaal nu samen exact. In deze tijd, precies. Exact. Het lijkt inderdaad, wat jij zegt, het lijkt nu als alle onderwerpen die jij nu zegt, dat het nu inderdaad precies. Allemaal samenkomt. Deze tijd is de grote escalatie van ongelooflijk veel losse stromingen die zich allemaal hebben ontwikkeld, die opeens Maar bewust bij elkaar nu komt. Nou, weet je, dan ga ik een andere lijn pakken. Dat is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de Rockefellers, die schatrijk zijn geworden van oliemanipulatie. Mm-hmm. En ik noem het bewust oliemanipulatie. Want Rockefeller die is daar gewoon rijk van geworden. Maar die zag op een gegeven moment van ik ben afhankelijk van de spoorwegen voor mijn vervoer van olie. Ik koop de spoorwegen op. Dus die kocht een aantal spoorwegen op. Ik ben afhankelijk van raffinaderijen. Ik koop ze op. Dus die werd steeds groter. En dat, omdat niemand dat nog had meegemaakt op deze grote schaal, werd hij dus steeds machtiger. En op een gegeven moment was het zo van, oh, je hebt een oliebedrijfje. Doe je nu een goed bod. Je mag het aan mij verkopen. Als je het niet doet, ga ik je helemaal kapot concurreren. En dan kom je op je knieën bij me terug. En dan mag je het voor een habbekrat samen verkopen. Macht. Macht. Ja. Dus het werd een octopus die zo machtig werd. En toen hij dus daar een hele slechte naam van kreeg, heeft hij een PR-firma, de toenmalige PR, ingehuurd. En toen kwam de foundation, precies, om te laten zien hoe gul die was, et cetera. Maar daar heeft hij ook een heleboel mee gefinancierd. Mm-hmm. Want wat hij in de foundation stopte, dat is belastingvrij. Ja. Hoeft hij geen belasting over af te dragen. Dus er ontstond een tweede macht van allemaal rijke mensen met allemaal eigen foundations die geen belasting afdragen, want die schenkingen aan die foundations waren vrij. En die via die foundations NGO's in werking stelden, die dus allerlei dingen gingen doen. Er is al heel lang een tweede soort regering. Wow. Dus, die eigenlijk ook dus de invloed hebben. Bijvoorbeeld op scholen, op universiteiten. Dat zit er natuurlijk allemaal achter. Ja. He, want daar is ook heel veel toen veranderd. Ja. Ja. Nou, dan krijg je Rockefeller. Die op een gegeven moment zei, die begon te snappen van, potverdorie, je kan geneesmiddelen maken van olie. En toen was het a pill for every ill. Kwam die hele campagne op. En toen bood hij dus aan om de curriculums van medische faculteiten te verbeteren. Om ze te helpen aan apparatuur en onderzoek, et cetera. En hij zei dan ook van, nou, dat kan ik het beste doen wanneer een van mijn mensen gewoon bij jullie in de raad van bestuur zit. Dus overal kwam een raad van bestuur. Toen heel veel faculteiten werden weggesaneerd. Hij kreeg een greep erop. Het hele Rockefeller Imperium kreeg daar een greep op. Maar dan moest kruidengeneeskunde weg. Homeopathie moest weg en noem maar op. Alles vanuit eigenlijk de natuur. Moest weg. Ja, want daar was geen business in. Precies. Dus je kreeg een enorme opkomst van de farmaceutische industrie. Dus we hadden die olie-industrie. Toen kwam de farmaceutische industrie. Die ontstond daarnaast. Ondertussen zie je dat de financiële ontwikkelingen zo zijn dat de banken steeds machtiger werden. Mm-hmm. Want wat daar allemaal op de achtergrond heeft gespeeld, dat wil je ook niet weten. Nee. Dan zie je dat er een ontwikkeling is dat op een gegeven moment
die farmaceutische industrie handjeklap gaat spelen met de banken. Dan komt, maak weer van een grote sprong, zie je dat internet komt, Google, Facebook, dat soort hele grote giganten. En wat gebeurt er? Die grote giganten, die herhalen het patroon van Rockefeller. Die worden ook steeds machtiger en niemand ziet het. En bepalen wat wel en niet te gebeuren. En uiteindelijk, en die gaan zich op het financiële vlak begeven. Hm. Dus wat je ziet, Rockefeller gaat naar het financiële vlak, de farmaceutische industrie naar het financiële vlak. Zeg maar internet, de grote internetgiganten en tot met Amazon, et cetera, naar het financiële vlak. En wat je zag, dat was dat er zich ook een heel sterk militair apparaat zich ontwikkelde. Mm-hmm. En dat is onder andere door wat we noemen de neocons, die gewoon achter oorlog aan zitten. Dus dat ontwikkelde zich ook. En die gingen ook samen met de banken. En dan zie je op een gegeven moment, dan wordt die techniek zo ver dat we via internet kunnen gaan bankieren. En deze stromen komen allemaal samen. Dus het militair-industrieel complex, de farmaceutische industrie. En de internetgiganten. Al die grote stromingen komen samen. Dan is er de techniek die het mogelijk maakt, mm-hmm, om mensen te gaan controleren. En regeringen en parlementen die hobbelen achter de feiten aan. En worden eigenlijk afhankelijk. Want dan zie je dat een van de spelers op dit veld, een van de uitvoerders, het World Economic Forum. Mm-hmm. Die heeft, Klaus Schwab heeft in 2017 of 2018, dacht ik, heeft hij een voordracht gegeven waarin hij heel trots vertelt van, moet eens kijken, we penetrate every government. En dus, dit is gewoon ook gewoon te zien, hè? Ja, precies. Dit is gewoon allemaal geen complot. En dat vind ik zo fascinerend aan geschiedenis. Dat je op een gegeven moment ziet, hier is een lijn en daar is een lijn. En wat je dus nu ziet, al die stromen komen samen nu. En het is een onoverzichtelijke kluwe geworden. En die, zeg maar, de top die daar zit, ik noem dat voor het gemak de elite. Mm-hmm. Die top die daar zit, die is dus nu bezig om hun utopie uit te rollen over de wereld. En maar wat is dat in de mensen, die mensen? Wat is dat? Dat ze dan zo naar hunkeren. Naar die totale controle. Naar die totale controle over ons als bevolking. Ons als volk. Ons zien ook. De arrogantie om ons te zien als. Er zijn een aantal dingen. Eén is dat macht is altijd iets dat mensen met een psychopathische structuur aantrekt. Hmm. En die hebben gewoon geen enkel gevoel. Dat is ook, ik vind dat griezelig en fascinerend om te zien tegelijkertijd. Moet ik even een zijstap daarna maken, dan geef ik daarna antwoord op je vraag. We hebben een heel verkeerd beeld van psychopathieën. Want er wordt gesproken over de criminele psychopaat. Maar heel veel psychopaten, mensen die dus lijden aan psychopathie, ik noem het ook echt lijden, die zijn helemaal niet crimineel. Die zullen echt niet inbreken. Maar wat je ziet is dat als jij geboren wordt met een lichamelijke handicap, dan is dat duidelijk. Mm-hmm. Als jij geboren wordt zonder een arm, is dat duidelijk. En dan leer je gewoon met je andere arm een heleboel doen. Maar er zijn ook mensen die geboren worden met een volstrekt gebrek aan empathie. Die dus een psychisch stuk missen. En daar heeft een Jungiaanse analyticus, Guggenbill Kreeg, mm-hmm, heeft daar een prachtig boek over geschreven. Dat heet Eros on Crutches, Eros op krukken. Mm-hmm. En Eros wordt dan niet seksueel bedoeld, maar vooral in de zin van verbinding. En hij laat zien in zijn onderzoek wat hij gedaan heeft naar deze mensen, dat het vaak hele intellectuele mensen zijn, die van jongs af aan voelen van, of merken, moet ik eigenlijk zeggen, van, er gebeuren hier dingen die ik niet begrijp. En die worden dus vanaf dat ze ook maar naar de wereld kijken, fantastische imitatoren. Die doen alles na. Dus die weten precies hoe ze zich moeten gedragen. Daardoor zie je het niet aan ze. Ze weten precies hoe ze moeten praten. Ze weten precies wat ze moeten doen. In mijn lessen hierover zeg ik ook altijd, als het een jongen is in de puberteit die aan psychopathie leidt en hij ziet in het fietsenhok andere jongens met meisjes scharrelen, gaat hij dat ook doen. Hij snapt ballen van wat het is, maar hij gaat dat ook doen. En zijn biologie werkt ook goed, dus dat, mm-hmm, is geen probleem. Dus, en je hebt dus niet in de gaten wat dat is, omdat ze die rol zo spelen. En zij voelen zich heel erg aangetrokken tot macht. En dat heeft een hele simpele reden. Omdat als die wereld eng is omdat je hem niet begrijpt, is het beste om die wereld aan te kunnen in een positie te zijn waarin jij kunt sturen wat er op je afkomt. En die mensen voelen zich dus aangetrokken tot macht. En daarom vind je die
oververtegenwoordigd in beroepen met macht. Ja. Dat is één. Mm-hmm. Dat is één. Het tweede is, heeft ook hersenonderzoek bewezen, dat vind ik ook heel fascinerend, dat als je 8 jaar of langer in een machtssituatie zit, raak je verslaafd. Je hersenen veranderen. Wauw. En je empathisch vermogen neemt af. En dan ben je makkelijker te manipuleren door mensen die macht hebben om mee te gaan met de macht. En dat is wat je ziet bij politici. Daarom is het in Amerika zo verstandig dat je maar 2 termijnen van 4 jaar mag hebben. Afscheid te dat nemen. Is die 8 jaar. Wow. Maar als hier iemand langer dan 8 jaar zit, en we hebben de voorbeelden rondlopen, mm-hmm. dan zie je gewoon dat ze gaan makkelijker mee in een utopie, raken gewend aan de macht. En het punt is, ze zien het niet meer. Nee. Maar die hunkering naar macht, kan het ook voortkomen uit een gemis, uit bijvoorbeeld opvoeding of wat Tuurlijk. Dan ook? Ja. Het kan heel veel oorzaken. Dat je dan gezien wilt worden of wat dan ook. Ja. Eindelijk een positie hebt van, nu in één keer kan ik. Dat kunnen heel veel dingen zijn. Ja. Het kan ook zoals bijvoorbeeld, het kan ook een bijverschijnsel zijn. Denk aan Berlusconi bijvoorbeeld. Die gewoon een heel groot imperium. En als je weet wat voor seksuele escapades die allemaal op zijn naam heeft staan. Ja. En dan is een machtspositie is gewoon handig om je zonde af te kunnen kopen. Dat is ook weer zoiets. En dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En er komt een moment dat bijvoorbeeld mensen die heel veel geld hebben, als je zoveel geld hebt dat je het in 10 levens niet kunt opmaken, dan wordt geld minder belangrijk. En dan wordt eigenlijk, zeg maar, macht dat gevoel van macht, dat gaat dan de overhand nemen. Ja, en met name zie je dat bij mensen die, waarvan ik zeg, van die psychologisch niet echt een persoonlijkheidsgroei hebben doorgemaakt. Mm-hmm. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij, als je bijvoorbeeld kijkt naar het jaarlijkse carrousel van bonussen uitkeren, dan zie je van, en dan wordt er ruzie gemaakt over de hoogte van de bonussen, want je moet een hogere bonus hebben dan die. Mm-hmm. Want dan tel je mee. Mm-hmm. Dus het gaat helemaal niet meer om het bedrag, het gaat om status. Dat zijn mensen die gewoon, ik bedoel, een eekhoorn zoekt beukennootjes om te kunnen overwinteren, maar deze mensen zoeken het hele jaar door beukennootjes. Ja. Weet je, dus dan zie je dat het niet meer om geld gaat, maar om die status. Ja, om de status. Maar ik begrijp dan nog steeds niet waarom het dan, wat het dan is in die mensen, dat ze dus nu bijvoorbeeld, hè, onze laatste uitzending van vorig seizoen ging heel erg over de intrede van de CBDC. Central Bank Digital Currency, met daaraan gekoppeld de Digital ID. Daaraan kun je alles koppelen, wat ik begrepen Precies. heb, met een app, met een CO2, waar we eigenlijk net over hebben. Ja. Dat al die dingen dus samenkomen en financieel dus nog meer controle. Wat dat dus is, dat ze dus ons, wat dan ook, hè, nog meer willen beperken. Wat, ik begrijp, ik kan dat niet begrijpen, maar dat is misschien vanuit mijn psyche dat ik niet begrijp dat je dat wil opdringen aan een volk. Als je kijkt naar mensen die geen persoonlijkheidsgroei hebben doorgemaakt en toevallig bulken van het geld of in een elite omstandigheid zijn geboren en nooit iets hebben hoeven doen, dat zijn mensen die in een utopische wereld leven, daar niet uitgehaald worden, want ze leven in hun eigen bubbel. En zoals ik het altijd zeg, van jij en ik zijn gewoon werkmieren en die kan je doodtrappen als het niet past. Het klinkt heel hard. Maar het is wel zo. Ik bedoel, jij bestaat niet. Weet je wat het punt is? Dat is misschien ook goed om dat psychologisch te bekijken. Er wordt altijd ontzettend veel verteld over, ja, die heeft een veel te groot ego. En ik roep altijd, je ego kan niet groot genoeg zijn. Maar dat is vanuit de Jungiaanse psychologie. Dus, mooi, ik ben benieuwd naar straks. Vind ik leuk. Het ego-begrip in de psychologie bestond al een halve eeuw of langer voordat we de Oosterse godsdiensten in Europa kregen. En dat was in de jaren 60. En wat het woord ego betekent, is dat we hebben een bewustzijnsveld. En dat heeft 1 centraal punt waarmee je alles bekijkt, beoordeelt, integreert, jezelf kunt bekijken, beslissingen kunt nemen, plannen. Dat is je ego. Mm-hmm. En hoe groter dat ego is, des te groter is je instrumentarium om realistisch te kijken naar de wereld en jezelf. En hoe groter je ego, des te beter ben je in staat om ook te zeggen van, dit heb ik niet goed gedaan. Omdat je een heel groot besef hebt van je eigen schaduwkant. Het is een andere, exact, het is een andere benadering precies, van het ego. Precies. Mensen met een heel klein ego hebben nog geen persoonlijkheidsontwikkeling ondergaan. En die hebben alsmaar schouderklopjes nodig, complimenten. Die moeten zich laten zien. Die moeten greep hebben op anderen. En die spelen de koning. Maar op het moment dat ik een ego heb ontwikkeld in Jungiaanse zin, kan ik jou als mens zien staan.
Als ik het niet heb ontwikkeld, kan ik ook het ego van een ander niet zien. Kan ik die ander niet zien staan. Dus als iemand een toppositie bekleedt, omdat hij toevallig bij de macht hoort, bij de elite, geld heeft of wat dan ook, en hij heeft dit stukje niet ontwikkeld, ziet hij jou niet staan. Hij heeft geen gevoel voor jou. Jij bestaat niet. Wow. Ja. En als die aan de macht komen, als die in een politieke partij komen. Dus eigenlijk zou je daar dus eigenlijk heel erg dus richtlijnen voor moeten creëren. Ja. Voor wie mag eigenlijk wel een bepaalde rol ja. hebben. Nou ja, ik brul altijd, je moet schaduwwerk doen. Je moet echt, je moet... Dus ook alle politici zou je eigenlijk eerst moeten zeggen. Oh, mijn handen jeugd. Ja. Eerst langs Karin. Schaduwwerk doen. En als je daar doorheen bent, dan ga je de politiek niet meer. Nee, precies. Dan haak je meteen, wat wil je niet meer? Heb je niet meer nodig? Nou, jawel, je kunt heel veel positiefs doen in de politiek. Mm-hmm. Maar dan moet het wel totaal anders georganiseerd zijn dan nu. En hoe zou dat... laten we eerlijk zijn. De Tweede Kamer is een kippenhok. En het spijt me dat ik het zo moet zeggen. En daar zal ik ook wel weer reacties op krijgen. Nou, van, goed. Maar als je kijkt, dan komen er serieuze dingen aan bod. En dan wordt op de inhoud niet ingegaan. Mm-hmm. En dan wordt er een hoge moralistische verontwaardiging naar voren gebracht. Ik ben iemand die zegt van, bestrijd elkaar met het woord op inhoud. Mm-hmm. Maar dan zie je dat het niet meer om de inhoud gaat. Dan gaat het om de vorm, over het woordgebruik, wat je wel of niet mag gebruiken. En daar gaat het niet om. Als op een gegeven moment iemand zegt van, om iets te zeggen van, het World Economic Forum is geen praatclub. Daar zit meer achter. Dan zie je gewoon dat een aantal mensen in de Tweede Kamer... Die staan meteen op. En dan wordt je krijgt je complotdenker en weet ik wat aan je... Ja. Maar ga nou eens naar de feiten. Praat er dan over. Maar wat is dat dan, Karin, dat inderdaad niet meer gebeurt? Waarom kan dat gewoon niet... Dat heeft mij wel een van de meeste dingen die mij heel erg verbaasd hebben, inderdaad. Dat heel veel dingen gewoon open bloot zijn. Dat je het gewoon op kan zoeken als je een beetje onderzoek doet. Maar als het dan inderdaad genoemd werd, en zeker als je het een aantal jaren geleden al had over het World Economic Forum had, was je helemaal. En nu is het open en bloot. Maar alsnog is het inderdaad, staan mensen ook heel veel op en zeggen, wijf het af, ook in de Tweede Kamer. Ja. Waarom wordt er ook vanuit die Tweede Kamer... Nou, wij zitten natuurlijk heel erg in een narratief, in een verhaal. Mm. En vergeet niet dat 80% van de media, dat is ook zo'n stroom, is eigendom van degene die het in de wereld voor het zeggen hebben. En wat in de media gebracht wordt, is een eenzijdig verhaal. En als je dat eenzijdige verhaal hoort, en je hoort dus niet de feiten waar het toe doet, dan is het ook begrijpelijk dat je... En als je nog steeds denkt van, nou, maar we hebben kwaliteitskranten, er staan heel goede artikelen in, maar er staat ook een heleboel niet in wat erin had moeten staan. Ja, en dan komen we natuurlijk op het vlak wat ik zelf ook al heb meegemaakt. En als je dan ook nog vragen hierover gaat stellen, omdat je wel bepaalde dingen stuit, of gewoon, dan gaat ook nog eens je kop eraf. Ja. Dat is natuurlijk een hele bizarre wereld waarin je dus in terecht bent gekomen. Ja, dat je dus een media hebt en ook dus eigenlijk een politiek stelsel hebt waarin je dus niet meer openlijk vragen kan stellen. En inderdaad, wat jij ook zegt, met woorden, op inhoud, gewoon met elkaar in gesprek kunt gaan. Ja. Dus een hele... En dat is wereldwijd, hè? Ja. Het is wereldwijd. Wauw. Ja. Dus je ziet dus dat die macht... En die, ik bedoel, als die media in de handen van de macht is, dan zie je ook de geschiedenis, hè? De geschiedenis is geschreven door de overwinnaars. Dus ik... Ja. Dus je hebt ook van mening dat de geschiedenis die ons geleerd is... Is het iets anders in elkaar? De jaartallen kloppen. Ja. Maar de interpretatie van de feiten ligt heel anders. En ik ga dus heel erg graag naar kritische onderzoekers. Ik ga heel erg graag naar bijvoorbeeld dagboeken of andere mensen die in die tijd geleefd hebben, die dingen geobserveerd hebben. Mm-hmm. En dus dat je een groter beeld krijgt. En als je dus kijkt naar dat wat eigenlijk niet in de geschiedenisboeken staat, maar je gaat er dan op verder zoeken, dan kom je achter zulke bijzondere dingen. Zoveel bijzondere dingen. Ben je ook wel eens geschrokken? Dat je denkt van,
Want die voel ik dan ook wel steeds. Maar ook nu tijdens het gesprek. En dan hebben we het inderdaad ook over media, over het narratief. En dan hebben we het over politiek narratief. En je hebt het eigenlijk over een agenda en alles komt nu samen. En we komen straks vast op het punt van, oké, waar staan we nu? Maar ook dat je dus eigenlijk beseft dat alles gewoon wat ons geleerd is, gewoon één grote leugen is. Voor een deel. En of ik daarvan geschrokken ben. Ik moet zeggen dat ik ben daar begin jaren 80 met dat onderzoek begonnen. En toen ben ik, nou, toen ben ik echt door alle emoties heen gegaan. Ja, wat van, ben je, dat, wat, ja, wat dat, ik, dat ja. Ik denk van, wat hoe kan nou? Dit, wat is dit? Nee, dat kan niet waar zijn. Weet je, dat, en dan verder zoeken, want bedoel, als daar iets door een deskundige wordt beweerd, dan ben ik bereid om daar verder mee te gaan. Mm-hmm. En dan kom je er eigenlijk achter dat het maar al te zeer klopt. Ik had op de middelbare school, nee, op het begin van de universiteit had ik moesten wij met statistiek een boek leren van How to Lie with Statistics. Ja, ja. En dan zie je gewoon hoe dat gebeurt. En dan zie je het in de praktijk. En dan zie je nog veel andere dingen. En op een gegeven moment dan, ja, denk, je wordt boos. Je wordt verbijsterd. Ik bedoel, al dat soort emoties. Het klinkt misschien gek. Maar ik sta nu echt nergens meer van te ik kijken. Ik snap het. Maar eigenlijk, Karin, hebben we het dus over meer dan 40 jaar geleden dat jij hier al op stuitte. Ja. Hoe was die periode toen voor jou inderdaad dat je daarachter kwam en ook met je omgeving? Kijk, nu heb je toch wel een tijd dat steeds meer mensen het eindelijk door gaan krijgen. Maar jij was hier al 40 jaar geleden mee bezig. Ja. Nou, wat ik gedaan heb, ik heb er met heel weinig mensen over gesproken. Dus best wel eenzaam? Ja, nou nee. Want ik, met Hans kon ik alles bespreken. Ja, fijn. Dat is echt zo heerlijk. Ja, echt mijn maatje. Dus, ja, je hebt de allerbeste partner. Ja, ja, dus daar kon ik alles mee bespreken. En ik heb het natuurlijk ook, in mijn opleiding Jungiaanse psychologie, kon ik dat bij als het gaat om schaduw, kon ik dat verwerken en kon ik dingen aangeven. En ik ben het op een gegeven moment in cursussen gaan omzetten. Ik heb online cursussen die mensen gewoon kunnen volgen. En het hele onderzoek naar die wereld, bepaalde machtsstructuren of naar hoe die financiële wereld in elkaar zit, heb ik daar. En degene die dus dat willen weten, ja, die tekenen daarop in. En dus ik ben dat geleidelijk aan naar buiten aan het brengen. Maar ik ben altijd, ja, ik ben het meest gelukkig in mijn hockey met mijn boeken. Ja. En studeren, lezen, zoeken en doen. Maar jij ziet ook meteen wat er nu natuurlijk de laatste jaren is gebeurd. Ja. Heb jij meteen deze... Ja, precies. Nou, weet je, toen dat hele COVID-gebeuren begon, toen had ik echt zoiets van, dit is het dus. Ja? Ja. Dit is het, dit is een startpunt? Die stromen die ik zag, hè, daarvan wist ik gewoon van, het werkt naar een punt toe waarin ze dan niet meer bedekt gewoon naar die macht toe gaan. Om die greep te hebben over mensen. En we zitten nu in 10... hartstikke cruciale jaren. Het is nu alles of niks voor ze. En ook voor ons? Ook voor ons natuurlijk. En, want ze zullen echt alles doen om, zeg maar, die laatste fase te voltrekken, om die macht te krijgen. Maar daar stuiten ze ook op zoveel problemen dat ik ben, als het over de iets langere termijn gaat, zo'n optimist. Mooi, je bent hoopvol. Daar gaan we straks ook heel erg naartoe. Dus dat kwam gewoon allemaal samen. En die crisis van 2008... die financiële crisis. Dat als je daar gewoon induikt van wat daar gebeurde, dan zie je dat ze hem opgelost hebben, tussen aanhalingstekens, met middelen waarmee de crisis zelf veroorzaakt is. Is het een tijdrekken? Was tijdrekken. Ja, dus vanaf dat moment lagen we definitief aan het infuus. Maar het was daarvoor al mis. Maar goed. En toen had ik zoiets van, oké, er gaat dus nu iets gebeuren. Ze gaan naar iets toewerken, maar ze zijn niet klaar. Omdat ze voelen, wisten, het financiële systeem is klaar. Ja. Exact. Ja, dat wisten ze. Ze wisten toen, we moeten met een nieuw iets gaan komen. Precies. We need a great reset. Ja, precies. En, en dan zie je ook dat dan komt opeens die hele beweging Better Than Cash 2012 komt dan op. Van moeten cash gaan uitfaseren. Ja, steeds minder banken overal zie je geld. Precies, dat zie je gewoon dan. Dus dan zie je al dat ervoor gesorteerd wordt. Hè, op. Maar dan, je ziet dus ook die andere macht willen hebben over. Nou, dan is de CBDC is natuurlijk het logische alternatief. Geen contant geld. Je kan niet naar de bank als die omvalt om je geld eraf te halen. Ze kunnen je programmeren. Dus dat is eigenlijk, dat is precies waar het naartoe moet gaan. En het wordt dan verkocht onder het idee van inclusiviteit. En mensen moeten allemaal toegang hebben tot een bankrekening. Nee, toegang tot controle, om het zo maar te hebben. Verwacht jij nu ook, als we toch even een zijstapje maken, ook naar het financiële systeem, waar je natuurlijk ook helemaal heel veel verstand van hebt. Verwacht jij dus nu ook met die CBDC, waar we het nu ook over gehad hebben in onze vorige show, al die plannen die er nu doorheen komen. Laat ik het zo zeggen, ik heb het gevoel dat ze dat pas echt er doorheen gaan
kunnen gaan drukken als er eerst een soort van een chaos situatie is. Ja, die gaan ze creëren. Exact. Ja. Dat zie jij dus ook zo. Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Als ik de geschiedenis kijk, en wat dat betreft, ik ben van de Babylonische tijd tot nu gegaan. En dan zie je consequent, zie je eigenlijk dat op het moment dat een heersend systeem in zijn nadagen zit, zie je dat ze een ramp creëren om nog te kijken of ze de macht kunnen grijpen. Ik vind het hele mooie. Dus je zegt, we zitten in een nadaagse van. Ja, we zitten echt in een nadagen. Dat is ook een verhaal, jongen. Dat is echt, Ik zit op puntje in de stoel. Nee, dat is een zijpad, maar dat vind ik zo fascinerend. Ja. In 2014, geloof ik, kwam professor Klein. En die had een onderzoek gedaan naar een enorme bloeiende Minoïsche cultuur. Bronstijdcultuur. Zo'n 2000 voor Christus. En die is in enkele decennia is die onderuit gegaan, die cultuur. En hij heeft een boek geschreven, 1177 BC. En toen was er een enorme veldslag. En die werd eigenlijk het kantelpunt. En toen zag je eigenlijk binnen 10, 20 jaar zag je dat die hele bronstijdcultuur naar zijn galamise was. Nou, die bronstijdcultuur, die moet je vergelijken met wereldwijde bloeicultuur van die wij bezig waren te hebben. Mm-hmm. Die nu afgelopen is. Maar die bronstijd, alles wat in die tijd redelijk bereikbaar en bevaarbaar was, was met elkaar verbonden, dreef handel, bloeiende rijken. Het was echt, alles floreerde. Mm-hmm. En in een enkele decennia was het finito. En dan zie je wat daar gebeurt in die decennia is dat machten tegen elkaar op gaan staan. Er komt polarisatie. Je ziet ook het klimaatverschuivingen, veranderingen zijn van alle tijden. Ja, die cycli. Die cycli weer. Dus ja? Je zag een stukje klimaatverandering. Je zag grondstoffenproblematiek komen. En wat je ziet is dat hele gebied was zo onderling verweven. Die was afhankelijk van die van die, die van dit, die van dat. Zoals wij nu van Taiwan voor de chips en van de, noem maar op. Het was helemaal verweven. En toen daar dus dat spanningsveld begon te komen, zag je dat die handelsroutes niet meer goed functioneerden. Er kwamen protectionistische maatregelen, exact wat nu. En wat zie je dan? Dan zie je onrust komen. Door die onrust zag je dat er allerlei volkeren andere landen gingen binnendringen. Mm-hmm. Je zag bevolkingen instabiel worden. En op een gegeven moment klapt die hele bronzen cultuur, bronstijd in elkaar in iets van 30 jaar tijd. Dus ik was hartstikke nieuwsgierig. Ik denk van, god, al die verschijnselen. Er is echt zo'n lijst aan verschijnselen die er gebeurde. Want ik noem het nu heel kort. Maar daar kan je echt 2 uur over praten. Dus ik ben het allemaal op een rijtje aan het zetten. Het is echt fascinerend. Dus als je het op een rijtje zet, denk ik van, ja, maar dit lijkt op onze tijd. Dat lijkt op onze tijd. Ja. Dat en dat en dat. Dat is bijna afvinken. Ja, kon bijna afvinken. Dus ik denk van, nou wil ik toch wel eens weten hoe dat toen astrologisch zat. Dus ik, heel interessant. Ja. Ik voor 1177 voor Christus heb ik gekeken naar waren de bewegingen aan de hemel. Nou, 1177 zelf was het alleen die veldslag, maar eigenlijk 10 jaar daarna begon het af te brokkelen. Dus ik kijk naar 10 jaar daarna, 1167 voor Christus, daar in die tijd. En toen denk ik van, maar verrek, dat hebben we nu aan de hemel. Wow. Diezelfde standen. Dus dit vind ik zo interessant. Ik had echt zoiets van, maar dan ook op zo vrijwel identiek. Een paar kleine dingetjes anders, vrijwel identiek. En ik had echt zoiets van, nou wil ik weten wanneer dat nog meer in die combinatie aan de hemel heeft gestaan, in die tussenliggende periode, want daar kan ik van leren. Dus ik met mijn astrologieprogramma alles uitgedraaid. Zo. Niet 1 keer. Wow. Dus wij zitten in de eerste herhaling van die periode. Van die periode. En dan denk ik van, ik kon het zo afvinken en ik had echt zoiets van, dit is te bijzonder. Maar wat gebeurde na die tijd? Na die tijd is er een hele tijd zijn landen heel erg op zichzelf teruggeworpen. Is die beschaving ook een stuk achteruit gegaan. Is het heel lang geduurd voordat dat weer een beetje op kon komen. Toen is eigenlijk daarna is geleidelijk aan die Griekse tijd gekomen. Mm. Maar het is dus een cycli eigenlijk. Ja, het is echt een dal geweest. Heel interessant. We gaan nu natuurlijk. Je nam al een heel mooi bruggetje naar astrologie. Kun je toch misschien kort inderdaad uitleggen, ook voor de mensen, wat dat precies een beetje inhoudt. Waar je nu ook over had, over die
over de, hè, de, ja. De stand, et cetera. En wat voor invloeden dat dus heeft? Nou, het heeft geen invloed. Oké, ja, mooi. Precies. Zijn we daar meteen? Zijn we meteen met elkaar. Ja. Weet je, dat is een causale vorm van denken. Oké. En dat is ook waarom je astrologie niet kunt uitleggen. Want iedereen denkt van, dit kan alleen maar omdat die planeten invloed hebben. Mm-hmm. En aan mijn studenten probeer ik het altijd met een volgend voorbeeld uit te leggen. Dat maakt het misschien duidelijk. Dat in het Westen hebben wij een voorttikkende tijd. Mm-hmm. He, van de seconde die nu is, is er straks niet meer. Ja. Wij zien alles lineair. Ja. In het Oosten hebben ze altijd alles cyclisch bekeken. En dat is iets heel anders. In het Oosten zeiden ze niet van, dit is gewoon een tijdmoment dat tikt weg en dat heeft geen betekenis. Nee, in het Oosten zeiden ze voorheen, het oude China bijvoorbeeld, elk tijdmoment heeft zijn eigen tijdkwaliteit. Mm. Dus elk tijdmoment heeft zijn eigen betekenis. Mm. Mm. En tijdmoment kan zijn een seconde, maar kan ook een dag zijn, kan ook een jaar zijn. Dat was dus variabel. En dan zie je op een gegeven moment een stukje geschiedschrijving in China, waarin stond, de pruimenbloesem bloeide prachtig dit jaar. Dan zeggen wij van, wat hebben we eraan? He, is dat nou geschiedschrijving? Ik weet nog dat wij een pluts kalender daar wereldgeschiedenis hadden. En dat was zo'n boekje waar alle jaartallen in staan. En met wie er allemaal oorlog hadden gevoerd. En wie er gewonnen hadden. En weet ik wat dat. Dus dat verwachten wij dan ook doen. Maar zij schiepen een beeld. Van die pruimenbloesem bloeide prachtig. Dan zal misschien de keizerin zwanger zijn geweest. Het land ging het goed. Dus dat was een tijdkwaliteit. Mm-hmm. Nou, wanneer je kijkt naar een tijdkwaliteit, dan kan je zeggen dat alles wat aanwezig is in een bepaald tijdmoment, nou, het kan een dag zijn, kan ook langer zijn, maar in een tijdmoment, heeft een verbinding met elkaar. En het Fon-volk in Benin, dat heeft ook iets heel leuks. Dat zegt van alles wat op hetzelfde moment in de wereld verschijnt als mijn geboorte, is voor eeuwig mijn broer en zus. Wow. En of het nou die wolk is, of die mug, of die leeuw, of die rivier die ontstaat, daar ben je mee verbonden, want je deelt een tijdkwaliteit. Wow. Ja. Maar dat betekent ook dat een deel van die tijdkwaliteit is hoe de planeten en de zon en de maan aan de hemel staan. Ja. Die zijn dus ook een van de verschijnselen van dat moment. Ja. En wat de astrologie nu doet, die leest die tijdkwaliteit af aan die planeten. Mooi. En dan is het dus niet een oorzaak. Nee, het is besef dat alles wat in een moment gebeurt dezelfde tijdkwaliteit draagt. Ja. Wat voor tijdkwaliteit zitten we? We zitten nu in een dramatijd. Ja. Dus nou, wat we dus zien is dat herhalingspatroon van het einde van de bronstijd. Daar zaten we in. En dat begon al voor de COVID-crisis. Mm-hmm. En toen kregen we ook nog eens een hele zeldzame samenstand die op crisis wijst. In januari 2020. Wauw, ja, het is ongelooflijk. Ook dat heb ik onderzocht. Die samenstand, die specifieke samenstand, die komt 7 keer in de 1000 jaar voor. Zo. En zeg je ook vorige. Ja, dan kijk je wat naar wat er dus gebeurde. Maar het bijzondere is, die samenstand doet zich voor in een bepaald teken van de dierenriem. Ja. En hij is hier een jaar in blijven staan. En in de hele geschiedenis die ik heb bestudeerd, is hij nog nooit in dat stuk een jaar blijven staan. En dat is toevallig het stuk dat we de dictatorgraden van de dierenriem noemen. Dus met macht te maken. Dus toen ik dat. Ongelooflijk. Ja, maar werkt dan ook de andere kant, elite kant, met deze kennis? Het zou me niks verbazen. Ik bedoel, ze pakken kennis die ze te pakken kunnen krijgen. Maar het punt is, de astrologie zal nooit zeggen of het goed of verkeerd staat. Mm-hmm. Het zegt alleen dat als iets naar een culminatie toe gaat, is dit het moment. Maar het zegt niet van het gaat zo slecht of het gaat niet slecht. Het zegt alleen, het voorspelt niet. Het voorspelt niet de intensiteit. Nee. Met andere woorden, ik kon niet zien hoe dramatisch het zou worden, maar ik zag wel, dit is gewoon een kritiek punt. Maar als ik daarnaast dan mijn onderzoek naar geschiedenis, naar machtsstructuren zet. Ja, dat is zo mooi aan jou. Ja, onderzoek en werk en al die gedaan. Je combineert al die facetten. Precies. Ja. Dus dan zie ik van, nou, als ik zie hoe die wereld er nu voor staat, dan kan dit niet anders dan het begin van de laatste kramp zijn. Mooi. Maar ik noem het ook echt de laatste kramp. En die kan wel even duren. Maar dat is ook wat de chaostheorie leert.
Dat is ook zo fascinerend. Dat op een gegeven moment, als er echt chaos komt in een systeem. Laten we nu maar even de wereld zeggen. Chaos komt in een systeem. Dan zie je dat initiatieven van de enkeling. Echt de enkeling, één mens. Die kunnen op een gegeven moment een energieveld scheppen. Wat aantrekkingskracht heeft op anderen. En dan zie je dat zich daar langzamerhand ontwikkelt zich daar een nieuwe kern. Een attractor wordt dat genoemd. En op een gegeven moment zie je dat die attractor zich los gaat maken van het hele een eigen leven gaat leiden. En daar zitten de kiemen van de vernieuwing. Die lang onzichtbaar zijn. En op een gegeven moment zie je... Ja, dat is, en dat komt dan tot bloei. En daar zitten we nu in. Wij zitten in het vormen van de attractoren. Dat is al gaande. Mooi. Ja. Ik word er heel blij van wat je zegt. Ja, daarom blijf ik ook optimistisch. Ja. Ik zie het gewoon. Wat zie jij dan? Nou, je kunt niet precies voorspellen. Maar wat je ziet is dat er is zoveel bezig van mensen die gemotiveerd raken. Er is ook een groep mensen als ik gewoon kijk naar verschillende hoogleraren die over zeg maar praten over hoe bevolkingen reageren, die schapen blijven. Dat moet je ook gewoon laten. En professor Mausveld onder andere. En die heeft het daar in Duitsland fantastische lezingen over gegeven. Daar moet je niet mee bezig zijn. Waar je mee bezig moet zijn is... Hoe kun jij als mens bijdragen aan de vernieuwing, maar ook aan de verbinding. En om van onderop te proberen dingen te organiseren voor je kleine kring, voor een grotere kring, voor wat in jouw vermogen ligt met jouw talenten. Mooi. En dus het gaat er niet om dat jij de wereld moet redden. Nee, het gaat erom dat als alleen al die mentaliteit komt, krijg je een andere attractie. Actie en reactie. Precies. Waarom zijn er ook nog... Ik zie het ook... Ik ben het heel met je eens, want ik zie het heel veel om me heen. En ook hetgeen waarom wij dit doen met z'n allen, wat we aan het doen zijn. Omdat wij dat ook voelen en dat we iets in beweging willen zetten. En ik zie het ook heel veel met mensen die ik nu spreek, met nieuwe scholen, et cetera, et cetera. Maar ik zie ook nog steeds heel veel mensen die het ook nog wel angstig vinden. Ja. Die het wel voelen, die ook wel willen, maar ze zijn bang om echt naar voren te stappen, omdat ze bang zijn voor die dat gevoel van, dan ben jij meteen, dus je bent dus zo. Ja. Wat wil je toch aan die mensen meegeven? Nou, weet je, je kunt natuurlijk wel roepen van je moet niet bang zijn, maar het is een oerinstinct van ons om bij de groep te willen horen. En als je het niet aankunt om een deel van je vriendenkring en je familie te verliezen door je uit te spreken, ga dan op een andere manier aan het werk. Wees realistisch en wees lief voor jezelf. Kijk, niet iedereen hoeft zijn trompet erop te zetten. Nee. Dus, maar nee, precies, je kan ook in stilte... Je kan ook in stilte heel veel doen. Verbinden. Weet je, er zijn zulke mooie dingen. Heb je van het werk van Emoto gehoord? Ja, wel, maar een klein beetje. Dus heeft dat te maken met de reactie op water, et cetera? Ja, mega interessant. Ja. De frequenties en wat dat dus doet op water. Ja, ik vind dat fascinerend. Maar bijvoorbeeld, wat jij kunt doen, wat ieder mens kan doen zonder zich te hoeven uitspreken, is dat je in stilte gewoon naar binnen gaat en probeert helemaal rustig te worden en een liefde voor de wereld en een liefde voor de medemens te voelen. En zorg dat je een paar flesjes water voor je hebt staan. En je pakt dan die flesjes beet. En je projecteert als het ware met je gevoel dat in dat water. Van dit water is nu liefde voor de wereld. En je geeft dat gewoon aan willekeurig mensen. Dan geef je echt veel meer dan je denkt. Want dat water gaat hun systeem helpen. Want Karin, kun je toch uitleggen dat onderzoek inderdaad van Emoto? En ik heb inderdaad ook gezien dat ze dit dus echt deden ook met zaadjes. Hè, met plantjes. Ja? En dat ze dus echt zagen inderdaad, toch als ik het goed begrijp. Ja. Als je tegen één zaadje heel negatief sprak, groeide dat bijna maar totaal Maar Lynn McTaggart heeft het daar ook over. Dit is gewoon wetenschappelijk. Lynn McTaggart heeft het wetenschappelijk bewezen. En Emoto, wat hij heeft gedaan... Je ziet hem ook altijd in een dikke winterjas, want hij had een laboratorium waar het vroor. Want hij nam watermonsters en daar keek hij naar het kristallisatiepatroon onder de microscoop. En dan nam hij een watermonster uit een vervuilde rivier. Nou, smerig kristallisatiepatroon. Hij nam een watermonster van een bron. Prachtig, prachtige kristallen, zag je dan. Echt, dat zag je. Maar hij nam ook op een gegeven moment
Zette hij flesjes water, zette hij tegen geluidsboks aan. En dan speelde hij klassieke muziek, bijvoorbeeld Mozart. Mm-hmm. Prachtig patroon van kristallisatie. Ja. Hard rock, je wil niet weten hoe smerig. Echt, gewoon zulke lelijke kristallen die daar... Je kon niet eens kristal noemen. Dus muziek beïnvloedt je. Frequenties. En toen is hij gaan kijken naar van... Als ik nu gewoon een gebed projecteer in dat water en het dan meet... Nou, dat bleek ook prachtige kristallen te geven. En toen heeft hij met een hele groep is hij naar een vervuild meer gegaan. Heeft daar een watermonster uitgenomen. Heeft dat onder de, zeg maar, ook weer het kristal laten zien. En toen is hij met die hele groep hij consequent gaan bidden en mediteren voor dat water. Toen heeft hij een nieuw monster genomen. Kristal was veel mooier. Ongelooflijk. Het is echt zo bijzonder. Dus is dit ook hetgeen, Karen, wat je dus mee zou willen geven? Dus dat wij mensen veel meer zouden mogen beseffen dat we veel meer kunnen? De positieve kracht die je in je hebt, die is ongelooflijk. Eindig. En daar mogen we gaan herinneren. Precies. En dat betekent ook dat als je dus niet in emotie meegaat, dus niet gewoon in heftige woede of projecties of wat dan ook, maar steeds weer eerst komt er weer schaduwwerk, eerst naar jezelf. Waarom voel ik deze emotie? Je verwerkt dat, je wordt rustig en je brengt dan die rust in blijdschap en liefde over op water, op mensen. Je kijkt mensen aan en je denkt dit. Gewoon, je hoeft alleen maar te denken van, je mag er zijn. Meer niet. Mooi. Moet je kijken wat er gebeurt. Als we dat allemaal gaan doen. Joh, daar zit zo'n power. En dan kunnen ze komen wat ze willen met regeringscoups en weet ik wat al. Dit kunnen ze niet beïnvloeden. Nee. Er zijn ook onderzoeken toch, Karen, dat ze mediteren op een bepaalde plek. En inderdaad met intenties. En die gewoon meetbaar zijn. Ja. Totaal ergens anders. Ja. Dat je zo'n invloed kan hebben. Ja. Klein deel van de groep. Ja. Een bevolking kan zo'n impact hebben dus op een stad bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Ook over het schaduwwerk. Ik vind dat heel interessant. En het komt ook heel veel terug in eigenlijk alle uitzendingen die ik tot nu toe gemaakt heb. Was eigenlijk een soort rode draad van heel jezelf en daarmee de wereld. Ja. Is dat ook een... Begin gewoon bij jezelf. Is dat daarom zo belangrijk, dat schaduwwerk? Ja, want weet je, wanneer jij echt weet wie jij bent. En dat betekent dus ook... gewoon verantwoording draagt voor al je rotstreken. Ja, voor je patronen. Juist. Je shitzooi. Daar verantwoording voor dragen. Niet goed praten, maar ook niet jezelf afwijzen. Want er is niemand heilig. Dus maar niet straffen. Precies. Nee. Wanneer je... Kijk, mijn voorbeeld wat ik dan altijd geef is dat... er is geen mens die nog nooit gelogen heeft. En als iemand zegt, ik lieg niet, heeft hij al gelogen. Ja, precies. Wat je moet doen is dat als je dan betrapt wordt op die leugen... moet je dus beseffen van oké, koekje van eigen deeg. Dit ligt dus aan mij. Moet je niet anderen de schuld gaan geven. Mooi, maar dat doen we heel veel, hè? Ja. In onze cultuur. Altijd wijzen. Ja, het is altijd die ander. Het is altijd een ander waarom dat ik mijn klote voel. Ja, nee. Dat is iets in jezelf. Dus je gaat gewoon naar jezelf toe. En je kijkt dus van wat is het nou in mij... dat ik die leugen wilde laten... Waarom moest ik dat zo nodig? Hoe wilde ik me verstoppen? Waar was ik bang voor? Ga daar maar mee aan de slag. Maar ik blijf zeggen, liefdevol. Gewoon dat je niet jezelf gaat afwijzen of niet denkt van... shit, heb ik het nou nog niet? Nee, blijf ermee bezig. En dan zul je merken dat je ook steeds minder de neiging hebt... om je met anderen te bemoeien. Want het grote punt is dat hoe minder je... aan eigen schaduwwerk hebt gedaan, des te meer erger je je aan anderen, des te meer wil je die anderen verbeteren. Mm-hmm. En de enige invloed waar we echt op hebben is op onszelf. Ja, precies. Jung zei altijd, dat vind ik altijd zo mooi, die zei altijd van wat is het in mij dat ik meen mij te moeten bemoeien met anderen. Mooi. En dat is geweldig. Ja. En als je dat punt hebt bereikt, als je daar bent. En dat is zo heerlijk van ouder worden, echt. Ja, echt waar. Ja. Dus als je dat punt hebt bereikt, dan word je rustig. En dan kan je ook veel rustiger kijken, ook naar alles wat er in de wereld gebeurt. Je begrijpt het. En dan kan je zeggen van, ik ga niet als een Don Quixote lopen vechten. Nee, ik ga kijken van, oké, dit gebeurt. Wat zijn mijn capaciteiten om me op dit moment in te zetten voor een verbetering? Mm-hmm. Want veel mensen worden natuurlijk ook bang door alle...
berichtgeving. Of het nou te maken heeft met het klimaat. Of, en je hoort natuurlijk ook alweer berichten over wellicht een nieuwe COVID-variant. De terugkeer van lockdowns, et cetera. Hoe kunnen mensen dan toch ook met die angst omgaan? Omdat in dat om te draaien inderdaad in... Hey, ik ga je moet dus weten, waarom ben ik bang? Dat is ook schaduwwerk. Waarom ben je bang? Wat is het dat je bang maakt? En om een voorbeeld te geven. Stel dat jij een jeugd hebt meegemaakt met een hele dominante moeder en een agressieve vader. Ik ga even een flink plaatje maken. Mm-hmm. Dan groei je als kind op met een constante dreiging van buiten. Mm-hmm. Dus die vader kan opeens agressief worden. Die moeder kan op een gegeven moment ingrijpen in jouw leven. Dus je ziet dat jij in je programma hebt zitten. Oeh, uitkijken. Mm-hmm. En dan komt er op een gegeven moment met name iets. Je kon dus, die ouders waren grote energieën, om het zo maar te zeggen. Als klein kind zijn het gewoon gigantisch grote energieën. En wat er gebeurt is dat, nou komt er een virus en je kunt dat niet pakken. Dat is een grote energie. Net zo ongrijpbaar als de onvoorspelbaarheid van die ouders. Dus het zijn triggers. Bij die berichtgeving kan dus een oude pijn, een oud complex wakker worden. Maar omdat jij niet ziet dat jij nog steeds een stuk rond je ouders niet hebt verwerkt, projecteer je dat op dat virus en word je daar bang voor. Dat is gewoon maar één van de vele mogelijkheden. Maar het laat zien dat heel veel ook te maken heeft met een eigen psychologie. Mm-hmm. En ook hier is het, als je schaduwwerk gaat doen, dan kom je daar vroeg of laat achter. Dus het is ook de vraag van waarom ben ik eigenlijk bang? Ja. En je komt dus ook op de vraag uiteindelijk van wie ben ik? Als jij heel veel schaduwwerk gaat doen, dat je dus ook steeds dichter bij je eigen potentieel komt? Ja, maar het klinkt heel gek. Je verandert in je leven. Er zit een kern die je bent, maar die is heel moeilijk om die te benoemen. Je geeft hem in het leven steeds op andere manieren vorm. En wat ik bijvoorbeeld ook, als iemand mij, toen ik ging studeren, ik was gefascineerd door hoe werkt het in het kop van mensen, hoe werkt het in groepen, hoe werkt het in de wereld. Ik wilde dat begrijpen. Als iemand mij toen had gezegd van, jij gaat nog eens je helemaal verdiepen in financiën, had ik gezegd van, koekoek. Precies. Van, dat gaat hem niet worden, ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Ik heb mijn hele leven gehad van, als ik gewoon een boterham heb, dan vind ik het goed. En hoe, dat maakt me verder niet uit. Maar ben ik toch terechtgekomen. Dus op een gegeven moment krijg je dat. Het leven neemt je mee naar paden. Ik heb altijd op uitdagingen ja gezegd. Gewoon dat, en gewoon om te kijken. Om te ontwikkelen. Het was niet eens om te ontwikkelen. Ik kon niet anders. Nee. Het zit in de aard van het beestje. Maar is het aard van het beestje, Karen? Of voel je ook dat daar iets meer achter zit om jou ook een kant te sturen? Dat klinkt natuurlijk gewoon heel groot. Wat ik wel merk is dat het wel bijzonder is dat ik steeds op het moment dat ik het nodig heb, komt er iets op mijn pad waarvan ik denk van, dank jullie wel hierboven. Ja. En tegelijkertijd ook roept dat weer nieuwe fascinaties op en nieuwe dingen om te bestuderen. Dat enige nadeel van oud worden is dat ik nog zoveel te doen heb. wat zou je nog heel erg willen doen? Ach man, ik heb nog zoveel dingen die ik zou willen leren. Ja, hè? Ja, echt. Ja. En continu maar door blijven. Ja, het is heerlijk. Joh. Er zijn zoveel onderwerpen die ik nog zou willen. Ja. Ja. Fascinerend, ja. Hoe alles in elkaar zit. Hoe belangrijk is ons bewustzijn in deze tijd? En ook dat we uiteindelijk ook een mooiere wereld kunnen gaan creëren. Of wat dan ook. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Heel belangrijk, maar wat versta je onder bewustzijn? Mm-hmm. Nou, bewustzijn, als in ook eigenlijk ook het stuk schaduwwerk. En dus ook bewust worden van al die patronen. Maar ook als ik kijk naar deze periode, wat ik ook fascinerend vind, is hoe kan de een bijvoorbeeld het. Ja, ik vind het ook lastig om het zo wellicht te zeggen. Maar dat de een nog zo daarin zit, in het programma, en de ander vanuit zijn bewustzijn een uit kan zoomen. Weet je, ik denk dat je wordt zo geprogrammeerd door media, door je omgeving, door wat dan ook, dat je het mensen niet kwalijk moet nemen. Die zitten in een overlevingsmodus. Als jij gewoon hartstikke hard moet werken om te sappelen. Volledig in het systeem. En volledig in het systeem zit. Kan ik dat gewoon alleen maar begrijpen. Dus ik oordeel absoluut niet. Nee. Maar als je kijkt naar bewustzijn, dan moet ik eigenlijk. Jung die
het Carl Gustav Jung. En ik vind het fascinerend wat die man heeft gedaan. Die heeft op een gegeven moment in een van zijn latere brieven heeft hij geschreven dat hij steeds meer het idee heeft gekregen dat ons bewustzijn eigenlijk veel groter is dan we denken. Dat het niet gewoon bewustzijn is, maar hij zegt onze psyche is uiteindelijk een kosmisch iets. Ik zeg het nu even in mijn eigen woorden, omdat hij het nogal ingewikkeld uitlegt. Ja, maar dat we eigenlijk allemaal onderdeel zijn. Wij zijn allemaal onderdeel van een groter bewustzijn. Mm-hmm. En hij zegt, onze hersenen zijn waarschijnlijk alleen maar een schakelstation tussen dat grotere bewustzijn en jouw bewustzijn. En dat vond ik zo ontzettend mooi, dat die hersenen produceren dus geen bewustzijn. Ze zijn alleen maar een schakelstation. En dan spreek je met Pim van Lommel. Ik mocht hem voor tijdschrift Mantra interviewen. Was geweldig. Die dus ook het eindeloos bewustzijn, wat hij dan noemt, is ook dat het grotere bewustzijn, waar jouw bewustzijn een deel van is. En op het moment dat jij sterft, ga jij op in dat grotere bewustzijn. Mm-hmm. Maar daar ben jij dus al deel van. Ja. Jij bent dus al kosmisch bewustzijn. Fascinerend. Dan denk ik, joh, wees daar gewoon blij mee. Voel ook hoe belangrijk je bent. Dat vind ik ook zo mooi van die moederreligies uit de prehistorie. Weet je, in die prehistorie, als je kijkt naar opgravingen uit de prehistorie, dan vind je niets over oorlogvoering. Niets. Je vindt ook geen onderscheiden graven. Dus met opgraving is het zo van, kunnen we het graf van de hoofdman vinden? Nee, allemaal gelijke grafgiften. En Rianne Eisler heeft een boek geschreven, dat heet Kelk en het Zwaard. En zij beschrijft dat er ook in. En ze zegt, het enige wat we kunnen concluderen is dat die moederreligies één grote viering van het leven waren. En de instelling van zo'n religie is er een van de natuur, het leven, of hoe je het ook wilt noemen, grote moeder, heeft jou gewenst. Want anders was je niet geboren. Dus jij bent al gewenst. Het leven heeft jou gewenst. Nou, moet iemand dat dan nog bevestigen? Is het leven niet voldoende om je te wensen? Mm-hmm. Dus je bent al bevestigd. Je bent al iemand. En in onze maatschappij is het van, wat wil je worden later? Ja. Nee, je bent al iemand. Je bent ook zo al. Mooi om dit al aan kinderen mee te geven. Ja, hè? Wij vragen inderdaad heel vaak aan kinderen, wat wil je later worden? Maar je bent. Ja. En je bent gewenst door het leven. Dan ben je hier. Fascinerend. Ja. Fantastisch. Hey, en zouden ze ook vanuit dat grotere bewustzijn, en laat ik het zo zeggen, zie je dan ook deze tijd dat daar dus ook een soort oorlogsvoering op is, op dat bewustzijn van ons? Ja. Dat is een soort spirituele oorlog. Om ons bewustzijn daarin te houden, terwijl als wij inderdaad daar zouden van ontwrichten dat we vanuit die creatievermogen, dat we dan een mooiere wereld zouden kunnen vinden. Weet je, door mensen in angst te houden, sluit je die weg naar dat religieuze of naar dat spirituele en naar dat bewustzijn af. Dat is gewoon een strategie. Wauw. Ja, dus daar is en daar is dus ook, daar zijn zij dus bewust van. Ja, ja. Hou mensen in angst, want dan hou je ze af van het potentieel van de mensheid. Is dat het een beetje? Ja. 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 Dus als je, wanneer je uit die angst komt. Weet je, ik zeg ook van, ik heb me van het begin af aan uitgesproken. Mm-hmm. En ik ben er ook absoluut niet bang voor. Ook niet bang als het je de kop kost. Mm-hmm. Klinkt gewoon heel gek. Ik ga er namelijk niet van uit dat ik het mooie eindresultaat zal zien. Je moet dus niet als mens zeggen van, ik ga opstaan, want ik wil voor mezelf straks die betere wereld. Mm-hmm. Nee, je moet opstaan vanuit jouw liefde voor de wereld, de liefde voor de mensen. En weten dat jij daarmee iets kunt creëren wat zijn eigen vervolg gaat hebben. Mooi. Dat is waarom ik het doe. Ja, geweldig. Ik ben een beetje stil van dat je dat dus. Je doet het voor het grotere plaatje. Ja. Maar daar ben ik zelf deel van. Ik ben jou, jij ben ik. Ja. We zijn dat grotere bewustzijn, dat zijn we. Doordat jij een andere hersenpan hebt, maakt niet uit. Ja, iets kleiner. Ja. Ja, geweldig. Ja, maar dit voelt voor mij zo als. Als een van. Ik vind altijd dat je op moet passen om te zeggen, dit is de weg of wat dan ook. Maar wel als een soort van sleutel. Dat deze tijd, dat dit ons ook leert. Weer om dus daar hiervan bewust te worden. Van ons eigen bewustzijn en al die structuren dat ons dus in die angst wil houden. Ja. Ja.
En dus hoe meer er ook daaraan aan dichtgeknepen wordt, hoe meer dus angst er op zal komen, hoe meer dus mensen ook dus gaan een eigen route gaan kiezen. Uiteindelijk. Als mensen door die angst bekneld raken, kunnen ze geen kant meer op. Nee. Maar als mensen op een gegeven moment losbreken uit die angst, dan zie je dat die creativiteit gewoon naar voren komt. En wat zo ongelooflijk belangrijk is, dat is blij zijn met jezelf. En dan geef ik vaak de oefening, ook aan studenten, zeg ik van, ga nou eens voor de spiegel staan en niet je tanden poetsen, maar kijk jezelf in de ogen. En zeg nou eens tegen jezelf van, ik hou van jou. Mm-hmm. Dit zijn we helemaal verleerd, hè? Hoeveel mensen krijgen daar niet dit van of kunnen dat niet of merken dat ze emotioneel worden? Maar je moet van jezelf kunnen houden. Zelfliefde. Ja. Ja, ik vind het ook wel. Ja. Het is echt heel belangrijk. Een grote sleutel. Ja, want op het moment dat je... Ook voor mezelf trouwens. Nee, maar op het moment dat je van jezelf kunt houden, blij bent met jezelf, met al je makken en malen en dingen, maakt niet uit. Werkt aan jezelf, maar niet met het idee van ik moet mezelf verbeteren. Nee, je bent wie je bent. Je bent onderweg. Je zit in een proces. Je loopt tegen allerlei dingen op. En je bent daar blij mee. Belast je een ander niet. Hoeft die ander niet alsmaar jou te bevestigen. Nee. Dus je geeft vrijheid aan een ander door van jezelf te houden. Mooi. Zie je dit als het grote onderdeel ook waarom wij hier zijn? Als in dat we door al die processen heen te gaan en dit is ook weer te helen? Ik denk het, maar ik kan niet in Gods boeken lezen. Dus ik weet niet waarom het nee. Zeg maar, in het grotere geheel de bedoeling is. Maar wat je wel ziet is dat er grote cycli zijn met opkomst en verval. Maar je ziet wel in het hele geheel. Ik geef af en toe een map tegen de camera aan. Uit, dus je ziet in dat hele geheel zie je wel dat steeds zie je mensen veel meer richting zichzelf komen. Mm-hmm. Het is ook zo mooi om te zien dat als ik dan kijk naar de tijd van de middeleeuwen. Onze hele spirituele instelling hebben we bij de kerk gelegd. Mm-hmm. En de kerk was alles dominant. En het was eerst memento mori, gedenk te sterven. Het ging allemaal om je plaatsje in de hemel. En dan zien we op een gegeven moment, dan gaat het beter. Na het jaar 1000 zien we gewoon veel meer opkomst allerlei ontwikkelingen. De eerste wetenschappelijke ontwikkelingen komen. En dan begint er een verandering te komen. Dat is dan memento vivere, gedenk te leven. Dus er komt een beetje een omslag. Je ziet ook iets minder oorlog in die tijd. En dan zie je dat, maar die kerk die blijft dus dominant. En dan zie je op een gegeven moment, dan komt die wetenschap heel sterk naar voren. Uit de tijd van de verlichting. Descartes, die dan zegt, ik denk, dus ik besta. En mm-hmm, dat mentale mm-hmm. komt. Dan zie je mensen als Newton en anderen, Kepler, die en aan astrologie doen en aan wetenschap. Dat zie je nog in elkaar overvloeien. Geleidelijk aan zie je dat die wetenschap het overneemt. En dat het symbolisch denken, het denken in dat wij één zijn, verdwijnt. Het alchemistisch denken, het astrologisch denken, het symbolisch denken, dat verdwijnt. Je ziet die mens, die zie je dan een ontwikkeling doormaken waarin hij steeds meer greep krijgt op natuurkundige processen. Dat leidt op een gegeven moment tot het idee van, we hebben God niet meer nodig, want mm-hmm. we gaan die wereld begrijpen. Wetenschap, nieuwe religie. Precies. En dan zie je, dat leidt uiteindelijk tot een type mens, niet de hele mensheid, maar een bepaald type mens, dat naast zijn schoenen gaat lopen en denkt dat hij de natuur kan verbeteren. Mm-hmm. Daar zijn we nu beland. En dat is het punt waarop je doorgaans het helemaal fout ziet gaan. Ja. Want dan zie je gewoon dat hubris, dat is dat zijn de bekende Griekse tragedies. Hoogmoed komt voor de val. Dat is ook weer een vast patroon. Daar staan we dus nu voor. Dus die enorme kramp waar we nu in zitten. En we zullen echt nog hele moeilijke jaren tegemoet gaan. Maar daar moet je niet bang voor zijn. Je moet blijven werken in dat klein. Maar dan zie je dat ze zullen proberen tot het uiterste te gaan in die hubris. Denken dat ze God kunnen vervangen. Denk aan Harari van het World Economic Forum, die dat gewoon in feite al letterlijk zegt. Ja. Dat is het signaal dat het al einde oefening is voor ze. Dat laat de hele geschiedenis zien. Kan alleen even duren. En ik roep ook altijd, want ik heb jaren en jaren geleden heb ik Eckhart Tolle geïnterviewd. En ik zag natuurlijk astrologisch al die aspecten en dingen aankomen. Dus ik zei aan hem van, nou, ik zie dat en dat en dat in de komende decennia. Wat denk je ervan? Nou, hij heeft echt van die zwarte pretoogjes. En ook zo'n lach. En hij begon echt zo te lachen. Hij zegt, het nieuwe is al geboren.
Maar het oude maakt een beetje veel lawaai bij het doodgaan. Nou, die hou ik erin. Die vertel ik overal. Dat vind ik echt zo mooi. Dat is ook. Dat zijn die attractoren die komen. Dus hou moed, hou hoop. Hoe moeilijk het ook nog gaat worden. Want het gaat best nog heel zwaar worden. Mm-hmm. Ook als je naar kijkt, realistisch. Als je kijkt naar Amerika. De neocons. En ik heb daar bij De Nieuwe Wereld met Marlies Dekker een podcast mee gemaakt. Ja, zag ik. Die neocons, die willen hoe dan ook oorlog. Er is maar één president die blindelings handtekeningen zet onder wat zij willen. En dat is Biden. Mm-hmm. Dus Trump moet eraan. Mm-hmm. Maar ze moeten ontzettend wel ontzettend veel gaan in Amerika. Ja, maar er zijn wel verkiezingen. In 2024 mm-hmm. in Amerika. Mm-hmm. Zijn er al veel meer landen verkiezingen. Maar in Amerika zijn er verkiezingen. En Biden moet dus herkozen worden. Er zijn twee opties. Namelijk dat, of Trump wordt. Ja, Trump overkomt iets. Het zal niet de eerste zijn. Of Trump wordt via zoveel procedures aan kant gezet. Of, als het allemaal niet lukt, zorgen voor een oorlog. Mm-hmm. Want dan kunnen ze waardoor zeggen ze van... uit kunnen stellen. We moeten de verkiezingen uitstellen. Of, en het is ook in de geschiedenis van Amerika gebleken, dat in een oorlogssituatie de zittende president altijd wint. Het volk schaart zich achter de president. Dus de kans dat er, zeg maar, zomer najaar 2024 een oorlogssituatie wordt geschapen, wordt gecreëerd, die is er gewoon. Mm-hmm. Ik weet niet of die gaat komen. Mm-hmm. Maar gezien het gedrag in de geschiedenis en ook dit, is het één van de mogelijkheden. Is het toch ook een mogelijkheid dat men, toch even een stukje nog Amerika te pakken, dat er ook een heel grote groep wel ineens dat bewustzijn krijgt? Dat is al bezig. Ja. Dat is al bezig. Dus er is ook een mogelijkheid dat het een andere positieve route gaat nemen? Ik vrees dat de polarisatie te groot is geworden in Amerika. En dat de route was mogelijk met burgeroorlog wordt ingezet. Ik ben daar bang voor. Ja. Ja, wij staan voor bijzondere tijden, Karen. Ja. Dat is wel een feit. Ja. Dat is wel een feit. Ja. Hey, er zijn ook mensen, hè, astrologie, mensen die zeggen dus over cycli dat wij ook aan het einde van een cycli zitten. En dus ook aan een nieuw tijdperk beginnen. Ja, je begint te lachen. Maar ik hoor het wel en ik wil hem toch gewoon stellen. Ja, hoor. Misschien is het ook een beetje hoopje. Ja, of wat dan ook. Nou, weet je, wat je ziet is dat in elke moeilijke tijd zijn mensen bezig om te hopen op een paradijs. Dat hangen ze dan ergens aan op. Mm-hmm. En dat was eerst de Maya-kalender, maar dat heeft helaas niet gewerkt. en nu is het, dan wordt er gezegd het Waterman-tijdperk. Nou, er is astrologisch totaal geen zicht op wanneer dat begint en eindigt. Dat er zijn astrologen die zeggen van nou, als je het onderzoekt, dan moet dat met de Franse Revolutie zijn begonnen. Er zijn er ook die zeggen nee, het is in 2300 zoveel dat het begint. Dus daar kun je dus niks mee. Het punt is dat die sterrengroeperingen, die hebben geen afgebakende lijnen. Dus je kunt niet zeggen van nou, hier gaan we van het een in het ander over. En dan is er nog een derde. En dat is de cyclus van Pluto. En Pluto die beweegt in 248 jaar door de hele dierenriem. En Pluto beweegt nu heen en weer op de rand van Steenbok naar Waterman. Mm-hmm. En dan gaat hij de komende, zeg maar, bijna twee decennia gaat hij daar doorheen lopen. Nou, en Pluto is een omvormer en het thema Waterman, ik noem het nu thema, want als je het hebt over collectief, dan heb je het niet over individuen, maar over cycli. Mm-hmm. Het thema Waterman is het thema van de mens, maar ook van de techniek. En wat je dus nu ziet, is dat het thema van Pluto daar wordt techniek versus mens. En het wordt gewoon afhankelijk versus creativiteit. En ook de donkere schaduwen van de mens die naar boven komen, maar ook die uiteindelijk, wat je ziet bij elke vulkaanuitbarsting, komt de aarde tot rust. Dus dat is wat nu speelt. Maar dat moet je geen paradijs op projecteren. En het zijn gewoon nieuwe thema's om op te lossen die naar voren komen. Dus ik ben daar broodnuchter in. Heel goed. Ja, en ook goed om eens mee te geven dat dus de sleutel ligt niet buiten ons, maar ligt dus in ons. Ligt in jezelf. Jij kunt nu gaan bouwen. En dan kan je de positieve kanten van die Pluto-Waterman kan je gaan uitbouwen. Maar het probleem is dat het thema Waterman is het thema van de mens. En het thema van de mens in zijn groep, dus mensheid. En wat je ziet is dat het idee van groep kan positief zijn en het kan negatief zijn. Als ik al die telefoonverslaafden zie, die waar dan ook met hun telefoontje lopen, dan ben je de hond aan het uitlaten in het bos. En dan zie je ze met oordopjes in en een telefoon op,
Nou, ze ruiken de herfst niet, ze ruiken de lente niet, ze zien de boom niet. Ze zijn totaal los van de natuur. Ja. En voor die mensen, als er een elektriciteitsstoring komt die 2 dagen duurt, zitten ze in een depressie. Ja. Deze mensen zitten met een volgend probleem, namelijk dat ook hun hersenstructuur verandert, waardoor ze niet eens meer goed korte termijn geheugen naar lange termijn geheugen kunnen omzetten en dus ook geen synthese meer kunnen vormen en dus makkelijker beïnvloedbaar zijn. En ook alsmaar prikkelafhankelijk blijven. Die mensen zijn dus heel makkelijk te manipuleren. Daar ligt dus ook een bewuste agenda achter om iedereen dus... Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Hoe meer mensen je kunt binden aan die media, des te beter. Ik roep altijd van, ik ben ontzettend blij met internet, maar ik ga er heel hygiënisch mee om. En zij zijn zo slim, jongen. Weet je, want die reclames, hè? Statisch reclameplaatje, sla je over. Maar zodra er een beweging in zit, kijk je. Waarom? Heel eenvoudig, toen wij nog jager-verzamelaars waren en in de bush rondliepen, kon elke beweging een slang zijn of een leeuw. En gevaar. Dus op het moment dat er beweging is, meteen ben je afgeleid. Dus maken ze van die bewegende reclames of dingetjes en flikkerende dingetjes. Je bent uit je concentratie en het duurt even voordat je er weer in bent. En het blijkt gewoon dat als jij een stuk leest op de computer met hyperlinks en met af en toe wat bewegende reclame, maar ook zonder bewegende reclame, alleen maar met hyperlinks, waarvan je weet dat je kunt kiezen, onthoud je dat stuk minder goed dan wanneer je het stuk geprint leest op de bank zonder hyperlinks en zonder die bewegende reclame. Ja. Dat is gewoon wat er gebeurt. Dus wat ik doe als ik gewoon iets op internet opzoek en ik zie weer al die ellende in die zijmarsjes bewegen, dan schuif ik het zo naar de kant van mijn computerscherm dat er net afvalt en dan kan ik rustig lezen. Ja. Gewoon, het zijn allemaal hele simpele dingen, want ik wil niet afgeleid worden. Nou ja, het is één ook van de redenen. Ik kom natuurlijk ook heel erg uit het medialandschap om dus ook echt met nieuwe media te komen. Om als in, ja, als jij platform hebt als Netflix of wat dan ook, of grote media-instanties waar je alleen maar dat soort nieuws kunt maken, dan moet het toch ook mogelijk zijn dat wij media gaan maken die ons wel laten verder ontwikkelen. Toch? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Dat is in ieder geval wat ik voel, wat ik nu mag gaan doen. En dat zal misschien in het begin moeilijk zijn, ja. Maar ik denk dat daar meer en meer vraag naar gaat komen. Omdat mensen echt willen weten. Er zijn heel veel mensen die willen weten. Er zijn ook heel veel mensen die niet willen weten. Als je dan dingen gaat uitleggen. Van, nee, dat wil ik nu niet horen. Ja, ja, ja. Hoe kan dat? Waarom is dat zo? Je wordt zo uit je veiligheid gehaald. Mm-hmm. Dat als je echt beseft hoe het allemaal in elkaar zit. Ik heb het geluk gehad dat ik een langzame gewenningsperiode heb gehad. Omdat ik er zo lang mee bezig ben. En Hans, waar ik het op kwijt kom. Maar dat ik heb een langzame gewenningsperiode gehad. Maar als ik me bedenk dat jij dit in 2 jaar tot je moet nemen, sta je te stuiteren. Ja. Dus dat mensen dat niet doen, begrijp ik ook. Ik vind het dom. Want je kunt je veel beter wapenen. Je kunt veel beter dingen doorzien als je het wel tot je neemt. Maar het schudt je wel door elkaar. Mm-hmm. En als je dan zegt van, ik wil gewoon het liefst nog genieten. En het, ook wat je hoort, zal wel loslopen. Nee, dat gaan ze echt niet doen. Bij de kassa nog, in de supermarkt. Dan opende er een rij voor... hier alleen pin betalen. Dus ik bleef keurig in de rij voor contant staan. En toen was een vrouw van, maar u kunt daar staan. Nee, ik weiger om met pin te betalen. En waarom dan? Nou, iets verteld over CBC. Nee, dat gaan ze echt niet doen hoor. Nee, zo ver zie ik het niet komen. Nee, weet je. Bijzonder, toch? Ja, dat hoor je dan. Ja. Dus jij ziet dat dus, dat mensen dus inderdaad het misschien wel te pijnlijk vinden om dat echt onder ogen te komen. Ja, het is, weet je, het is ook moeilijk voorstelbaar. Ja. Weet je, wanneer jij niet, en dat zeg ik dan niet over deze mensen, maar in zijn algemeenheid even, wanneer jij niet psychisch los bent gekomen van, laat ik maar zeggen, een vader- of moedercomplex, dan sta je feitelijk niet op eigen benen. En ik zal dat uitleggen wat ik daarmee bedoel. We verlaten het huis, we stichten een gezin. Maar wanneer wij een onbewust verwachtingspatroon hebben van, de kerk gaat het nog wel regelen, of de staat gaat het nog wel regelen, of ze hadden moeten zorgen voor. Ja, dus eigenlijk je autoriteit buiten jezelf. Dan zet je je autoriteit buiten jezelf. Dan heb je dus niet jezelf ontwikkeld tot iemand die op eigen benen staat. En dan
ga je niet meer terug naar je eigen mammy of papi. Maar dan wordt de kerk je moeder, dan wordt de staat je vader. Mm. En dan is het ontzettend pijnlijk om te moeten realiseren dat die vader jou in de steek laat. Wow. Daarvoor moet je eerst op eigen benen gaan staan. En wie leert je dat? Ja. Zie je, dus er zijn heel veel psychologische mechanismen waardoor ik begrijp waarom het zo werkt. Ja. En waarom die mensen zo zijn. Mooi. Goed om inderdaad dat ook mee te geven. Dat we dus uit die polarisatie ook gaan komen. Maar dat we zo dus ook naar elkaar kunnen gaan kijken. Ook vanuit liefde. Ja. Omdat we weten dat er allemaal thema's zijn die een ieder heeft. Ja. Hé, hey Karen, we kunnen nog uren praten. En er staan nog zoveel boeken en kennis. En alsjeblieft, kom nog een keer terug. Maar toch, laten we toch hem ook afsluiten. Als in, waar staan we nu, zeg jij? En ook misschien inderdaad met mooie, positieve laatste woorden. We zijn een positief oplaadstation, zeg ik altijd. Misschien nog een paar mooie laatste woorden van jou. Ja. Richting onze kijker. Nou, de realist in mij zegt dat we in een hele moeilijke tijd staan. En die duurt nog even. Mm-hmm. Dus ik heb zoiets van riemen vast en er tegenaan. Verbinden ook belangrijk? Natuurlijk, maar je moet beseffen. Je moet dus niet je kop in het zand steken. Je moet durven zien wat er speelt. Je moet het durven benoemen. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat je ook moet durven zien hoe groot je bent. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken hoe groot je bent. Hoeveel jij met alleen al door in liefde naar jezelf te kijken en liefde naar mensen te kijken, gewoon de wereld echt kunt veranderen. Het is niet hocus pocus pilatus paf, maar het zal heel geleidelijk gaan. Je geeft mensen veel meer dan je denkt door zelf te gaan staan voor jezelf en die liefde aan anderen te geven. Echt. Karen, ik vind het echt prachtige mooie woorden. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit fantastische gesprek. Ik weet zeker dat heel veel luisteraars en kijkers dit ook weer een mooi gevoel gaat geven waar ze echt ook wat mee kunnen. Dank je wel. Nogmaals ben je hartstikke dankbaar dat we hier mochten zijn. Ook voor Hans. Ja. En kom nog een keer terug en bedankt voor al je mooie werk. Oké, dank je wel. Dank je wel. Yes, dit was hem dan. De allereerste aflevering van seizoen 2. Karen Hamaker Zondag. Laat even weten in de comments wat je van het interview vond. En natuurlijk vergeet niet, dames en heren, delen, delen, delen. En word dus member van de Univibes Tribe. Zo kunnen wij dit soort shows blijven maken. En je krijgt dus toegang tot onze community. Ga verbinden met elkaar. Dankjewel voor het luisteren en het kijken. En tot volgende week. Bye bye.